Brabants agrofood groter dan high-tech systems en materialen. 7 juli vandaag, Beltjesdag. Vandaag is het Beltjesdag voor Brabantse boeren. Vandaag beslissen de staten in Brabant dat niet in 2028, zoals landelijk het geval is, maar in 2022, dus zes jaar eerder, de Brabantse veestallen emissiearm moeten zijn en boeren zelf hun mes moeten be- en verwerken. Dat kost een beetje veehouder al gauw 100.000 euro aan investering. Geld wat er niet is, en daarmee kosten het ongeveer duizend Brabantse boeren de kop. Tijden veranderen. Boeren en tuinders zetten armoede en klapzand om in welvaart en welstand. De afgelopen 70 jaar hebben zij welvaart gebracht in Brabant. Burgers, natuurliefhebbers en de stad keren zich nu tegen de boeren. Brabant staat op de schouders van onze boeren, zei boerenvoorman Hans Huibers onlangs. De linkerpartijen keren zich nu tegen hen en dus stapt Huibers naar de rechter. De hand moet echter ook in eigen boezem. Het lijkt er namelijk op, hoe minder boeren in Brabant, hoe meer tweespalt er is. Boeren zijn slecht georganiseerd en de marktgerichtheid of de adequate marketingstrategieën zijn er niet. Boeren zijn wereldkampioen produceren... Maar in communiceren valt er nog veel te leren. Agrofood is toe aan vernieuwing. In een tijd dat veel Brabantse jongeren agrofood zien als uitdagend en maatschappelijk relevant. Dat vraagt om ruimte in investering en ruimte in je hoofd. Dat terwijl de discussie verhardt in een provincie waar 10% van de beroepsbevolking direct of indirect zijn brood verdient in de agro- en food. En waar maar liefst 740.000 mensen werken, ruim 300.000 mensen meer dan in de high-tech. Boeren zijn onthutst. Onthutst. Voor het eerst in de Brabantse geschiedenis wint vandaag de natuur, de stad en de politiek het van de boerenlobby en de Brabantse economie.